Ik ben de dame van het toilet. Mijn wc's zijn keurig net. Ik schrob de pot en poets de bril en dood zo iedere baksil. Het hardnekkigste remspoor gan ik te lijf met bleek en chloor. Het ruikt hier altijd heerlijk fris, al is mijn werk geen kalte pis. Ik geef mijn fluitend 100% en vraag toch enkel 50 cent. De spiegel en fonteintjes blinken u tegemoet. Een snoepie voor de kleintjes doet nou een poepie goed. Altijd een droge handdoek, nooit zijn de rollen op. Iedereen komt op bezoek bij een sanitaire stoop. Van mijn werk heb ik veel eer, maar legt wel 50 centen neer. Er staan vaak lange rijen, maar er zijn genoeg toiletten. Geen tijd om wat te breien, ik moet overal op letten. Constipatie, diarree, ik ben voor alle boodschappen. Langs de snelweg bij de P van plassen moet u uitstappen. Zelfs de minister-president betaalt bij mij maar 50 cent. Laatst kwam er hier eens een man, daar werd ik zo bezig van. Hij wilde niet naar het toilet, hij wilde slechts met mij in het bed. Ik duwde hem zonder bezwaar, met zijn kop in het urenoir. En hield hem daar een flinke tijd, aan zulke mannen heb ik scheid. Want zo'n meneer komt telkens weer, en nooit legt hij twee kwartjes neer. Maar moet u plassen poepen, dan sta ik voor u klaar. Laatst ben ik uitgeroepen tot playgirl van het jaar. Dus ben ik opgeslagen na jaren vast te prijzen. Waag ik nu meer te vragen en het dubbele te eisen. Dus als u nu eens bij me bent, betaalt u 50 eurocent.